Ik ga een stokje trekken en die bepaalt. Ik. Er heeft iemand hier een heel speelassortiment meegenomen. Een hele Intertoys. Mag ik die? Dit mag allemaal weg. Dit is dus niet de bedoeling dat je 1 Gio, 2 Gio, 3 Gio, 4 Gio, 5 Gio. 9, dan ga je met z'n drieën ga je hem helemaal invullen. Ja. Dan wil ik dat jullie, kijk, ze worden nu verdeeld. Cool, hè? Ik zie het, ja. Dubbel. Spreek hem op drie manieren uit. Kolonie. 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 En dat ik het inrol. En kijk of het dan goed blijft zitten. Dat is maar water. Goedemorgen. Goedemorgen, juf Joyce. Nou, we wisselen elke week en dan doe ik dit. Ja. Waarom? En dan doen we hem drie keer. Nee. We moeten, hoe vaak doen we hem? Drie. Vier. Ik ga een stokje trekken en die bepaalt. Ik. Lisa, hoeveel keer? Vijf keer. Oké, zet jullie schrap. Oké, komt ie. 1. Wacht, 2. 5, toch? 3. Oké. Daar ben naast Riva. 4. En de laatste. En dan krijgen jullie 3 minuten om alles te regelen. Wacht, hè. Komt ie? De laatste. Oh, zie ze staan. Komt ie? 3, 2, 1. Dit wordt hem. Oké, ga je gang. Ja, dus het wordt bepaald. Hij zit lekker dichtbij mij. Er heeft iemand hier een heel speelassortiment meegenomen. Een hele Intertoys. Mag ik die? Dit mag allemaal weg. Engelse les online met een docent. Gaat over ritme. Nou, ze hebben straks net Engels online gehad en we krijgen straks bureau halt. Het gaat over groepsdruk. Dus ik ben heel erg benieuwd, want ja, nu je naar de middelbare school gaat, krijg je nou eenmaal te maken met groepsdruk. Dus ik ben benieuwd hoe deze les is. En in de middag staat een buitenles gepland. Maar het weer. Donkere wolken. Maar ja, ze moeten wel echt bewegen. We zijn ook niet van suiker. Maar het ligt er wel heel erg aan wat het weer doet. Ja, ik ga chocomel halen. Ben je ook met jij met jaren geweest? Ja. Kom. Als het dit weer blijft, zouden jullie dan alsnog een buitenles willen? Ja, tuurlijk. Ja, als het nu heel hard gaat regenen, dan is het... Dit is prima. Ja, maar mijn ouders zijn het wel mooi weer geworden. Ja, maar als het nu hard gaat regenen, dan ga je toch niet buiten? Het gaat straks lekker weer worden. Storm mee gaan buiten. Ja. Oké. Een groepje kinderen ben je in de winkel. Jullie willen iets voor de lost, iets stelen. De andere kinderen proberen jou over te halen om iets te pikken. Wat doe je? A. Ik wil niet in een probleem komen, dus ik doe het niet. B. Ik vind het moeilijk om nee te zeggen als ik onder druk sta. C. Ik laat me makkelijk overhalen en ik stil. Wat zou jij doen?
lastig, hè? Ja. Het is allemaal... Ja, ik wil niet in de problemen komen. Okay. Ligt het er ook aan of het een vriend van je is? Ja, want ik zeg gewoon nee, als ik het niet wil, doe ik het niet. Oké. Een meisje uit de klas wordt in de pauze gepest door een groepje kinderen. Wat doe jij? A. Ik zeg tegen de groep dat ze moeten stoppen. Daarna vraag ik aan het meisje of ze hulp nodig heeft. B. Ik wil zien wat er aan de hand is, dus ik ga erbij staan. Ik ken het groepje pesters en ik doe met ze mee. Het meisje heeft er zo... Het meisje heeft het er vast zelf naar gemaakt, dus dat ze het zelf heeft uitgelokt, zeg maar. C. Ik hou me liever buiten en ga verder met wat ik aan het doen was. Misschien ga ik haar later, als de pesters weg zijn, wel troosten. Wat zou jij doen? Ja, ik zou haar helpen. Antwoorden, even kijken. Ja, daar zit jullie hebben veel nog. Een klasgenoot komt in idee om een alarmnummer 112 te bellen. Ik vind het niet zo'n goed idee, maar als alle andere mensen hou ik ze niet tegen. Oké. En wat maakt het dat je twijfelt? Ja, ik vind het zelf geen goed idee. Ja? Maar ik kan natuurlijk niet een hele groep tegenhouden aan de ene kant. Maar aan de andere kant kan je zelf ook wegstappen. Ja, dus ja. Dat is de vraag. Want het zegt bijna hetzelfde. Alleen, kijk... Ja. Je houdt ze hier niet tegen. Maar doe je hier wel zelf mee? Ja, dat staat er niet. Dus ik begrijp wel dat je deze ook doet. Ja, dus weet je. Ja, jouw gevoel is, ik wil zelf niet meedoen, maar ik kan de anderen niet tegenhouden. Ja. Maar ga je er dan ook bij zijn? Ga je dan ook meepraten? Nee. Dus ja, dan is het die. Okay. Geo 3, Geo 4, Geo 5, Geo. Dat werkt alleen als je naar een land wil. Nee, want... Waarom? Ik wil nog een Nederlands. Nou, doe je niet mee met de musical. Oké. Maar jij werkt ook goed, Geo. Maar anders zijn niet leuk. Nom, 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 nom. Je krijgt zo op je scherm zo'n blad. En dan moet je zoveel mogelijk woorden met een trema, dus eigenlijk voorkennis ophalen. Welke woorden ken je? Iedereen krijgt zijn eigen entreeticket, individueel. En je typt in de woorden die je weet, minimaal 3, maximaal 10. Als je klaar bent, dan druk je op done. En dat ziet er dus zo uit. Dit krijg je. Dat hebben we wel eens eerder gedaan, maar dan met een exit ticket. Weet je nog? Hoe vond je de les? En nu wil ik dat je zoveel mogelijk woorden met een trema gaat invoeren. Ja, maar ik weet niet hoe je... Oh. Ja, patiënt. Oh. Zien jullie er één? Er zitten er een paar anderen in. Kunnen jullie het zien? Oh, ja. Ja. Misschien... Na apen, ja. Mee-eten is met koppelteken. Ja. En na apen. Na apen is ook met een koppelteken. Zeeën, ideeën, veeën, Joelle, olien, patiënt. Ja, is toch ook? Is toch echt met... Kijken, wat hebben we nog meer? Zeeën, patiënt, reumussen. Wat was dan het verschil? Waarom is de ene wel met dubbele S en de andere is met 1 S? Dat heb ik tegen een aantal kinderen verteld. Bedenk bij elke categorie woorden, moet jullie weer bedenken, met een trema, met EN en met komma S en met S. Dus welke krijgen er dit in het meervoud achter? Als het goed is, kijk, we gaan het proberen hoor. Dit is de eerste keer dat we zoiets doen.
Dan word je nu in groepjes verdeeld. En how many teams? Wat zullen we doen? Groepjes van... Vijf, want zoveel is... Nee, maar dit vijf teams, hè? Ja, dit zijn dus hoeveel teams? Negen, dan ga je met z'n drieën ga je hem helemaal invullen. Ja. Dan wil ik dat jullie... Kijk, ze worden nu verdeeld. Cool, hè? Ik zie het, ja. Je krijgt straks dit blad. En dat is precies hetzelfde als wat je net in je groepje had moeten doen. En je gaat het zoeken. En dan ga je kijken naar het woord. En die zet je in het meervoud. En dan zet je hem onder de juiste... Gewoon. Wat vonden jullie van SLS? Nou, het heet SLSO. Dit is wat we al wel eens vaker hebben gebruikt, smart learning. Om op deze manier antwoorden naar het bord te sturen. Nou, ik vond het wel fijn dat we in het begin al gewoon zo'n uitleg hier hadden. Gewoon dat je die telefoon kan zitten. Want dat vind ik heel soms van, we hebben fijn, even soms, maar niet te vaak. Okay. En dan dat je daarna de buitenles hebt. Dus als we hier voor een buitenles dit doen, dat vind ik wel leuk. Dus de combinatie met de buitenles vind je fijn. Gewoon dit eerst ervoor en dan naar buiten. Want ik wil wel op een gegeven moment, want weet je wat je hier ook mee kan doen? Dan kunnen we bijvoorbeeld een fotoopdracht doen. En dan werk je ook in Teams. En dan kan je foto's samen hierop zetten. En dan kunnen we naar binnen en dan kun je gelijk alles delen. Oh ja, want je kan ook foto's. Ja, want kijk, dit is dus, jullie typen dit allemaal in, hè? En ik kan dit gewoon zo tevoorschijn halen. Dus stel nou dat Logan een foto buiten heeft gemaakt. Dan kan ik dat zo hier zien, want dat heeft hij hier gelijk ingezet. Want je kan, in plaats van ook tekst, kan je ook een foto maken. Oh,
Dus dat is wel cool. Dus als we dan bijvoorbeeld een keer een les doen waarin we iets maken buiten. Of dat je iets moet fotograferen. Kan je het hier opzetten. En dan is het in één keer op het bord. Dus dat is een voor... Ja. Wil jij eens een foto sturen, Marwa? Naar het bord? Ja, ik heb het wel gedaan. Maar... Heb je dat gedaan, Marwa? Ik ga binnen. Ja. Oké, we gaan kijken. Dat... Is dit een foto? Nee, nee. Ik heb er eentje gedaan. Oh, wacht. Hij gaat laden. Hij zit over het plaatje. Kijk, zie hoe leuk. Dus dat kan je gewoon naar het bord sturen. Hé, hey, dat was onze Henk. Ja, ik heb ook... Zo, dus. Deze kleur. En hoeveel moet erin dan? Moet je hangen. Probeer eerst dit, dan gaat er zo weer nog meer in. Ik ga denk... En dan? Roeren? Ja. Heb je iets? Met je vinger. Ja. Met een schaar. Oh, ja, dat is ook goed. Wow, dit wordt echt mooi. Ja, maar dit is heel licht roze, hè? Dat is mooi. Ja. Wow, nu wordt het echt roze. Kijk. Dit gaat in mijn haar. Ja. Ziet er, kijk. Fancy, fancy. Ik leef niet. Maar dat is toch moeilijk? Hoe kan ik nou... Dus stel, ik pak dit. Ja, en dat doop je daar dan in. Ja, maar dan moet ik toch... Want anders doet u zo. En dan doe je zo. En dan doe je wie. Dat kan toch. Je moet een kwast pakken. Ollie doet die eronder. Ja, dat dacht ik dus. Door. Zo. Ja. Dan is dit niet een groot vleug? Wacht. Wat is het dan? Ik denk dat je het gewoon erin moet doen. Ja, maar hoe dan? Ik ga toch niet zo... Met mijn hoofd, zo. Kan wel. Gewoon met die hele hoofd erin. Nee, het geeft niet af. Wat gebeurt er dan? Helemaal niks. Het wordt nat. Wacht even. En als ik het erin doop, wel. Wacht, ik probeer het even met mijn eigen arm. Dan doe je het zo. Kijk uit die andere. Oh. Ik neem mijn eigen bak. Je moet het gewoon heel even erin doen en dan gelijk eruit halen. Je moet het... Oh, hij pakt heel erg. Ja. Yo, juffrouw. Zat maar, echt leuk. Waarom gaat het niet alleen bij de puntjes doen? Nu doet het gewoon helemaal over hele haar. Gewoon en nee, dan... ik doe gewoon een paar plukken. Die microfoon. Maar ik zie niks. Ik wil een grote spiegel. Juffrouw, daar is ook een spiegel. Oh. Ik wil daar doen. Doe eens gek. Maak je haar ons. Wat vinden we ervan? Ik vind ze echt schattig. Wat vind je ervan? Ik vind het leuk. Wow, het hele ding is gestopt. Dit is het geworden. Het had nog anders kunnen zijn, maar... Ik denk dat ik zo nog een paar plukken doe. Oké, back to work. Oké, dus dit is de SLSO les. En dat heb ik dan gemaakt en dan op SLSO gezet. En dan hier hebben ze dan voorkennis. Dus dit kregen ze dus op een scherm zoals jullie zagen. En dan kan je hier student progress zien. En dan kan je er zeg maar een paar aanklikken. Dan heb ik hier uitleg gedaan. En vervolgens hebben ze dit gekregen. Alleen op mobieltjes werkt het niet goed. Maar dan konden ze allemaal typen. En dan konden ze allemaal zeg maar in een werkblad werken. Dan dus dit maken als in... Je wilt dat er meerdere mensen in zitten. En dan gaan ze vanzelf teams indelen zoals je zag. Of dat het individueel wordt. Kijk, dit was nog van vandaag. En dan zie je dat ze erin werken. En dan kan je kijken wat ze hierin hebben geplaatst. Je kan hier rechts dan naar team gaan. En dan kan je zo doorklikken. Of je kan een specifiek team aanklikken. En dan kijken welke woorden zij hebben bedacht. Dan heb ik hier buitenles variant 1 en 2. En je kan zelfs de buitenles op een device doen. Maar dat zou ik persoonlijk alleen aanraden als je een tablet hebt. En dan na het eind hebben ze een evaluatie met wat vond je van deze les. Nou, dan zie je hier weer, kan ik een paar uitpakken. Bijvoorbeeld dat je met een stokje doet en dan dat je bijvoorbeeld jersey eruit haalt. En dan erg leuk, ook weer iets nieuws. Je kan ook het verschuiven. Dus op die manier kan je dan kijken. Dus ik wil het wel vaker gaan doen.
Maar ze moet heel erg wennen aan het inloggen. Dus ik kan beter zeggen, oké, bij deze les heb je je telefoon nodig. Dit zijn de afspraken. En dan gaat het sneller. Want ik merk dat van buiten naar binnen, telefoon aan, inloggen, dat duurt wel even. En normaal gesproken zou je dit kunnen afspreken. En nu was het best wel haast klus. Maar de buitenles ging vrij rap dat ze binnen een kwartier klaar waren. Ja, en we gaan hem herhalen en dan gaan we de andere variant doen. Maar dan kan jij wel de achterkant doen, want ik kan dat dus niet zien. Ja. Ja. Klopt. Ja. Klopt. Ben je nou helemaal of niet? Nee, ben je gek? Ja. Ik ga de onderkant doen en die ga ik met folie verpakken, dus ik ga met folie naar huis. Ja. En de achterkant moet in... Moeten we dan hier nu iets folie pakken? Of hoe minder water, ja, hoe sterker het wordt. En nou alles erin gooien. Nou, doe je het dan. Doe je erin. Ja. Nee, wat? Alles? Dat is veel te veel! Kijk, dan doe je dit. Dan gooi je dit, moet in de prullenbak. Zie je, die meiden zeggen dat ik dat in mijn haar moet gaan gooien. Nee, tuurlijk niet. Dit moet in dit. Dit is de verf. Dit is maar een prop. Ja, maar dat deed ik dus in mijn haar. Dat is niet goed. Ja, nou, waar was jij? Weet ik niet. Oké. Okay, nu moeten we eigenlijk een klein bakje hebben waar je het zo... Dan doe je zo en dan doe je kleine plukjes, doe je zo. En dan doe je kleine en dan pak je het soort van in. Ik pak mijn haar in. Met dit, want dan gaat het blijven zitten. En dan moet je een kwartiertje in dat, hoe heet het, houden. En dit heb jij al gedaan? Ja, dat heb ik geleerd van mijn moeder. Maar je giet het zo in mijn haar? Nee, je doet kleine... Nee. Oké, okay, ga maar. Ga je gang maar. We moeten een kwastje hebben. Kwast? Een zo. Kwast. Daar, kwast. Daar is een kwast. Yes! Nou, oké. Okay. Dit gaat echt goed komen, hoor. Je moet met uw haar wat dichterbij komen. Oké. Okay. Drie... Oké, okay. Ik doe nog één pluk en dan namen van Maaike. Eén pluk maar. Oh. Oh, wat doe je? Nee, er zit zo'n dingetje in. Nog. Pak kijk, je wel vanuit de wortel? Nee. U voorhoofd. Jij smeert op mijn voorhoofd. Waar? Oh, daar. Ik zie niet eens wat hoor. Maar oké. Okay. Nee, maar straks kleurt het. Ja. Wat? Jij doet de highlights, dat kan jij. En jij doet de onderkant. Highlights. Oké, wow. Maar je moet even al mijn haar eruit halen. Kijk, en dan heb ik deze. En dan doe ik bijvoorbeeld hier zo. En dan doe ik dit. En dan doe ik het daar. Dus wat dan in. Oh, al het haar bij elkaar doe. Mm-hmm. En dat ik het inrol. En kijk of het dan goed blijft zitten. Dat is maar water. Maar een beetje gekleurd water. Ja, gekleurd water op mijn broken. Oké. Okay. Heb je hem erin gestoken? Ja. Nee, ik heb... Ja, jee. Zo, Elise, laat weer op. Als ik nou even... Nou. Ah! Sorry. Nee, ik probeer het uit te knijpen. Dat ging per ongeluk. Oké, okay, we gaan een plukje proberen. Dan wordt een nieuwe broek halen voor Juf Joyce. Kijk, hier. Maaike, kleurt dit? Oh, ja. Kleurt het, Maaike? Ja. Ik zei het toch... Dat die meiden het niet goed deden. Die meiden zijn slecht hierin. Oh nee, krijg ik het niet te zien? Maar dat wordt straks minder, echt waar. Eén keer douchen is en de serie al bijna weer uit. En oh, wat lekker jouw hoesje. Dat kan je niet inpoppen, hè? Juf? Nee, maar het voelt lekker. Dat zou chill zijn. Ja, een pophoesje. Nou, je kan hem eigenlijk. Maar hoe kan je hem dan weer terugpoppen?
Door je telefoon eraf te halen. Ja. Maar vind... Niet zo groot pluk. Jij doet te groot. Nee, wacht maar. En jij begint gewoon onderaan. Dat zijn geen highlights. Moet vanaf de kruin. Ik kan net zo goed mijn broek gaan tie-dyen. Ik vind het wel echt fijn als iemand aan mijn haar zit. Ik hou daarvan. Misschien als u later een vriendje heeft, kan u het vragen. Ja, die gaat dit soort dingen doen. Denk het niet. Die verpest het kapsel dan, behalve Tigo. Nee, die zegt dan... nee, dan zeg je, wil je alsjeblieft even op mijn haar kriebelen? Oh anders ja, maak ja, ik dat het uit. Ja, precies, jij snapt het. Ja, dat ga ik sowieso regelen, ja. Ja. Oh, wat doe jij nou? Je gooit gewoon heel kreppapier in mijn hoofd. Wat? Het is mooi, hè? Best wel mooi. Vind je het cool? Is die mooi? Ja. Is het mooi geworden? Ja, nee. Ik vind het wel grappig. Kijken. Hier. Ja, die vind je die highlights? Is heel cool. Achterkant is cool. Wil je een foto maken van de achterkant? Ja. Moet. Kijken. Nou, het is wel een beetje pijn. Ja, maar dat gaat wel goed komen. Nou, dan zeg je bedankt voor... het kijken. En tot de volgende vlog.